Goedenavond, dames en heren, jongens en meisjes. Zoals jullie zien, ben ik weer terug in mijn oude huis, natuurlijk in Hilde. Morgen ga ik weer terug naar mijn nieuwe huis, weer in Brabant, in het zuiden van Nederland. Morgen zijn we weer thuis, lekker in het zuiden, lekker zuiden, in het zuiden of zuiden thuis. Weer lekker in Oosterwijk, in ieder geval, dan weten jullie dat ook weer. Ik wil het even hebben over het vuurwerkverbod, wat dit jaar in richting Amsterdam naar die kant is. In ieder geval niet in het noorden hier. Waarschijnlijk komt er misschien in de toekomst een vuurwerkverbod in Assen, maar zover zijn we nog niet. Dus, en ook misschien in Leeuwarden en misschien in, volgens mij in Schiermonnikoog, volgens mij. Maar in ieder geval niet in Eelde een vuurwerkverbod, niet in Tinalo, niet in Rode. Dus in heel Drenthe in ieder geval geen vuurwerkverbod. Dus maak je geen zorgen, aan deze kant is geen vuurwerkverbod. Als je richting Nijmegen, Rotterdam, Amsterdam gaat of Utrecht, die kant op richting... Daar hebben ze dat dan wel plaatselijke vuurwerkverboden ingesteld. Maar goed, helaas dat daar wel moet. Ik vind dat er helemaal geen vuurwerkverbod moet komen. Maar dat vinden hele andere mensen dan weer heel anders. Maar daar hebben we altijd een mening over. En dan hebben we weer een discussie. Gelukkig hebben wij in het noorden hier geen vuurwerkverbod. Dan gaan wij hier gewoon met oud en nieuw gaan we gewoon vuurwerk halen. We gaan hier gewoon 30 december gaan we vuurwerk halen. En dan gaan we met oud en nieuw vuurwerk afsteken op 30 december... 2:30, 3:15 moet ik in Rode zijn. Want dan gaan we vuurwerk ophalen, onze bestellingen. Dus dan weten jullie dat even. En natuurlijk voor de Eredivisie weggaan op verder op 6, 7 en 8 januari. En we hebben nog tot en met 16 december hebben wij de keukenkampioendivisiewedstrijden nog. En daarna hebben we ze ook op 6, 7 of volgens mij 15, 13, nog wat. 14 of zo, volgens mij de keukenkampioenwedstrijden pas weer. Dat weet ik niet precies, maar dat moet ik nog even uitzoeken. Dan moet ik nog even een keer gaan bekijken. Wat we nu hebben op het programma, dat is niet veel. De verhuizing is nu bezig. We zijn nu dik bezig met de verhuizingen en alles met dozen en zo. We moeten alles nog even doen. En we moeten natuurlijk allemaal dingen sjouwen daarheen en tassen en zo. En dan gaan we in ieder geval 30 december komen we hier nog een keer terug. Want dan moeten wij vuurwerk ophalen in Rode. Voor onze bestellingen moeten wij ophalen. En natuurlijk hebben wij ook nog eerst Sinterklaas en Zwarte Piet. En al die feesten komen eraan. En natuurlijk hebben wij straks ook nog Oud en Nieuw. Of eerst hebben we Kerst en dan gaan we naar Oud en Nieuw toe. En ik heb in ieder geval een kraslot weer besteld en die heb ik in ieder geval gekocht bij de Primera in Eelde. Zo. Bij de Primera in ieder geval in Eelde. En daar kunnen jullie ook kijken als ik weer die krasdingetjes open ga maken tot en met 31 december. Dus hou de vlogs in de gaten, want we komen hele leuke vlogs aan. Want we zijn al bijna in december. Volgende week is het nog geen december, maar dan die week gaan we richting december. We hebben eerst nu nog eind november en dan gaan we richting december. En ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Allemaal voor deze vlog natuurlijk ook weer. En natuurlijk ook weer voor alle vlogs. En iedereen die op mij geabonneerd is. Ook een nieuwe begeleider van mij. Op het werk in het zuiden is op mij nu geabonneerd. En ze heet Ellen. En ze is echt heel erg lief. En Sanne is lief en heel erg grappig. En natuurlijk Imke ook. En Maartje is heel erg lief. Ik vind de rest ook allemaal heel erg lief. De begeleidsters en andere mensen. Ik vind het zuiden echt fantastisch. Het is echt prachtig daar. Want het is altijd een stuk warmer dan hier in het noorden. Dus dan weten jullie dat allemaal. Ik zit daar in ieder geval fijn. En ik heb een leuke werkplek gevonden. En ik heb een mooi huis gevonden daar. Dus dan weten jullie dat allemaal. Ik heb in ieder geval een mooi thuis. Een nieuw huis gevonden daar. En nou ja, we zitten in ieder geval goed. Wij hebben voor morgen nemen wij de kerstboom mee van oma. En die gaan we daar dan opzetten. Zo'n neppe kerstboom. Maar goed, iedereen vindt het weer anders. Voor een andere mening dat dat niet leuk is. Maar wij vinden het wel een kerstboom leuk. Geen echte, maar dan heb je ook geen troep met al die naalden. Dus een kunstkerstboom is veel leuker dan een echte, natuurlijk. Maar goed, een echte is natuurlijk ook leuk. Nou, en natuurlijk hebben wij niet veel op het programma in november. Want in november hebben we ook nog Sinterklaas, Zwarte Piet en de hele mikmak. Wij straks ook nog. Dan hebben wij Kerst en dan gaan we naar Oud en Nieuw toe. Nou, alle leuke dagen komen eraan. We hebben paasjarig op 3 december, ik op 17 december. Ik word alweer 27. Dus dan weet je dat ook allemaal weer. Wat er nu aan gaat komen is niet echt heel erg veel voor november. Ik neem jullie gewoon mee straks ook morgen weer in het nieuwe huis van ons. Dan laat ik allemaal zien wat er gebeurd is. En er is natuurlijk ook heel veel verbouwd en zo.
Er komt natuurlijk heel veel leuks aan. Wij krijgen een nieuwe bank in het nieuwe huis. Dus dan weet je dat ook allemaal. En natuurlijk heb ik even een bezoekje gebracht aan de Mikhorst in Haren. Even aan alle mensen heb ik even een bezoekje gebracht. En ik heb Sabine gezien, dat is een oud collega van mij. Ik heb Mirjam gezien. En ik heb Gerboud gezien. Nou, dat is nog niet iedereen. Maar dat komt nog wel 30 december. Want dan ga ik hier weer terug naar het noorden. Want dan moeten wij onze bestelling ophalen. Het is 2:30 en 3:15. Dus dan weet je dat ook allemaal weer. En ik hoop dat iedereen in ieder geval een hele leuke tijd nog heeft. Want we gaan straks richting eind november. En dan begin december. En ik ben heel erg benieuwd wat het weer doet op 30, 31 en... Op 30 december, op 31 december en natuurlijk op 1 januari. Ik ben heel erg benieuwd ook voor de kerstdagen wat het weer wordt. En natuurlijk ook voor het oud en nieuw. Dus dan weet je dat allemaal even wat er nu nog gaat komen en wat er op het programma staat. Want we gaan nu straks alweer bijna naar het nieuwe jaar toe. We hebben krasloten dus gekocht. 6 krasloten, volgens mij 5 of 6. Ook maar voor mijn nichtje en neefje en voor mijn zus en voor haar vriendin. Dus dan weet je het allemaal. En ik heb natuurlijk ook een hele bekende schoonzus. Dat is de vriendin van mijn zus. En ze is heel erg bekend. En nou, ik hoop dat jullie dat allemaal kennen natuurlijk. Maartje Bouwme. Iedereen kent haar wel, denk ik. Van het hockey. Laat weten wat je van de vlog vond. Laat even een reactie achter. Vond je deze vlog nou informatief? En vond je deze vlog natuurlijk leuk? Laat dan even je weten in de reacties. Abonneer hier, klik het belletje aan en dan kun je een melding van mij verwachten als die online komt. Deze video ga ik straks lekker meenemen, ga ik jullie meenemen met de dingen die er nog aankomen. Ik heb niet echt heel erg veel te doen, want ik ben sowieso, kijk, in mijn andere slaapkamer. Ik ben hier nu. En wat jullie nog willen weten natuurlijk, wat is er nou gebeurd de afgelopen dagen? Nou, wij zijn in het zuiden geweest om bij ons nieuwe huis alles in te richten en het wordt echt fantastisch. En morgen neem ik jullie allemaal natuurlijk mee in het nieuwe huis van ons. November is natuurlijk natte maand, want nu regent het. Morgen is het weer droog, zondag is het weer regen en komt er sneeuw en zo, maar dat volgens mij blijft niet heel erg lang liggen. Maar dat zien we dan wel weer. En natuurlijk gaan wij morgen, of met kerst, gaan wij ook de boom natuurlijk optuigen voor de kerst. En dan gaan we straks naar richting Oud en Nieuw toe. En het vuurwerk wat ik heb besteld is natuurlijk echt fantastisch. Jullie vinden het ook heel mooi, denk ik, als ik het op ga halen en als ik het ga laten zien in ieder geval. Ik hoop dat iedereen het heel erg mooi vindt. En natuurlijk, Bibi, ik hoop dat ik je 30 december nog kan zien. Ik hoop dat jullie dan nog open zijn bij Juicebox, want dan kan ik je nog even een goede knuffel geven en natuurlijk een beste wensen natuurlijk voor het nieuwe jaar straks. En natuurlijk even met jou het jaar afsluiten natuurlijk ook even bij Juicebox. Even kijken hoe het daar gaat. Bij deze geef ik jou ook nog een hele dikke vette shout-out naar jou, Bibi. Bedankt voor alles, voor het leren van het boksen wat je mij hebt gegeven. En natuurlijk, ik kijk altijd graag met grote bewondering naar jouw video's ook. En jij natuurlijk ook naar mij. En ik hoop dat je deze vlog natuurlijk leuk vindt. En vond natuurlijk en informatief wat er nog aan gaat komen in het nieuwe huis. Maar dat laat ik jullie morgen weer zien. Want morgen gaan we terug naar het zuiden. En dan gaan we weer naar het nieuwe huis. Gaan we dingen weer daar neerzetten. En natuurlijk laat ik jullie zien hoe het dan is morgen. Want er is best wel wat gebeurd. Dus dat neem ik jullie morgen mee in het nieuwe huis. Dan neem ik jullie morgen mee in het nieuwe huis. En laat ik alles zien wat er is gebeurd en wat er nog moet gebeuren. We hebben een nieuwe tv daar gekocht. En wij hebben bankjes, stoelen, tafels. Die hebben wij alvast besteld en gekocht. En die komen er ook in. En ik heb al mooie kerstballen hier in het noorden in een winkel gehaald bij Quantum. Dus dan weet je dat ook. En natuurlijk heb ik even met Bert Visser nog even gesproken. Grote vriend van mij, die heb ik ook nog even via de telefoon gesproken. Jammer dat ik hem net gemist had, want hij was even een blokje om. Want hij heeft een hele erge ziekte, dat laat ik het maar niet zeggen. Want dat is al te erg in ieder geval. En ik hoop dat het hem de beste gaat in. Ik hoop dat hij snel weer beter is. En ik hoop dat iedereen in ieder geval een hele fijne tijd thuis heeft nog. En natuurlijk ook in november, de laatste maanden van november. En dan gaan we straks alweer richting december.
Laat weten wat je van deze vlog vond. Vond je hem leuk? Vond je hem informatief? En natuurlijk iedereen heel erg bedankt voor het abonneren op mijn YouTube kanaal hier. Echt heel erg bedankt. Laat een leuke reactie achter hier in de comments. En natuurlijk even abonneren en even op het belletje klikken. Dan kun je een melding van mij verwachten als mijn video online komt. En natuurlijk ga ik ook vaste dagen vloggen natuurlijk. Ga ik straks ook richting december toe. En gaan we ook weer op mijn verjaardag ga ik vloggen natuurlijk. En ook op mijn paasverjaardag. En natuurlijk ook met de kerstdagen. En natuurlijk ook weer richting oud en nieuw. Dus mochten jullie nog vragen hebben, stel ze gerust even hier in de comments. En dan kunnen jullie vragen aan mij wat ik nog moet filmen. Wat ik nog in beeld moet brengen. En natuurlijk het vuurwerk willen jullie graag zien. Dus ik zie jullie heel graag terug op mijn YouTube kanaal. Ook morgen natuurlijk. En natuurlijk eind november. En natuurlijk ook richting december. En natuurlijk ook met de kerst en oud en nieuw. Zie ik jullie heel graag terug in mijn vlogs. En dan zie ik jullie in ieder geval dan weer. En dan wens ik je bij deze een hele fijne avond. En dan zie ik ze. En dan zie ik jullie heel snel weer. En zoals ik altijd zeg. Dikke, vette, peace. En de meekost tot 30 december. Later. Hoi.